Ik ben ervan overtuigd dat je heel veel dingen al had bereikt tijdens de onderhandelingen. Maar als je dan weggaat, de dingen die je wel had kunnen bereiken, die gebeuren dan niet. Is het dan wel waard om eruit te stappen? Dit is precies de kern ook van het dilemma iedere keer. Hoe ver ga je? En dat is precies waarom wij op heel veel onderwerpen bereid waren ver te gaan. Kijk, de duurzaamheidsagenda in Nederland bijvoorbeeld, die moet nu van start gaan. En daarom waren we bereid ook om echt compromissen te sluiten, ook op allerlei andere thema's, om ervoor te zorgen dat we verder zouden komen met dit kabinet. Maar uiteindelijk is niet alles uit te ruilen. Ja, het gebeurt toch, dus daar kan je er maar beter bij zijn. Dat vind ik niet de juiste motivatie om erin te gaan zitten. Omdat er gewoon grenzen zijn waar ik in ieder geval, maar ook Katelijne en eigenlijk de fractie, waar we niet overheen willen gaan. Niet alles is te koop. Mag ik het zo zeggen? Dat is het...